Dank. Thank you.
Ja, ik zei het al, jullie hebben het biljart in Nederland opnieuw de kaart gezet. Er hebben natuurlijk al twee pionnen. Bij het hele biljart hebben we Dick Jaspers. Ik denk nog wel een jaar of 20 Dick kennende. En bij de dames hadden we natuurlijk Therese. Maar inmiddels hebben wij ook een organisator van wereldniveau, zo kunnen we het wel zeggen. Want als je ziet wat jullie hier hebben neergezet de afgelopen 5 jaar, we hebben 5 keer een World Cup gehad. Toen hadden we nog tussendoor corona. Nou, zegt Harry, dan weet ik nog wel eens, met hulp van Willem van Rivière, die hebben heel veel regeltjes, namen de prijs op alles komen. En uiteindelijk kwam dan de Duke International, een heel mooi toernooi, wat destijds in Istanbul is gespeeld, waar iedereen eigenlijk was om te kijken dat het überhaupt kon in die tijd. Daarna een Europese kampioenschap in Berlijn, diverse keren de Masters, diverse keren een wereldfinale. En helaas, de laatste keer voorlopig, de World Cup. Maar Harry, we zijn beide nog niet uit, dus we hebben net een toekomst voor ons. En we gaan wel zien wat die toekomst ons brengt. Wij als KVB hadden gedacht om jou een mooie oorkonde aan te bieden. Die oorkonde, daar zit een stukje biljartlaag op, daar heb je ook veel verstand van. Maar dit biljartlaag heb ik nog nooit in jou gehad. Want stiekem meegenomen uit Egypte, waar Dick Jaspers in 2021 wereldkampioen werd, op dat stukje laag onderhand. Misschien is daar wel een de koude bol op gemaakt. De KVB bedankt jou voor al jouw activiteiten. We hopen nog heel lang samen te werken. We willen je deze oorkonde aanbieden. En er staat iets op van kampioen worden doe je nooit alleen. Het kunnen spelers niet zonder organisatoren en organisatoren niet zonder spelers. Dus daarom wil ik jij bij deze bedanken voor alles. En als ik u mag vragen, hoop ik dat u dat wilt ondersteunen met een staande ovatie van Harry Matthijs.
Thank you.